Heb je een schotel die niet makkelijk te bereiken is? Vraag dan iemand om assistentie en neem altijd de juiste veiligheidsmaatregelen voordat je de schotel gaat uitlijnen. Heb je een standaard schotel van 64 centimeter en wil je deze zelf installeren? Volg dan de volgende stappen. Zet de schotel in elkaar zoals in de gebruiksaanwijzing staat aangegeven. Bevestig de bevestigingsklem om de buis van de triple LNB ontvangschop waarop 23,5 staat. Bevestig de triple LNB ontvangschop nu op de houder van de schotel met de bevestigingsklem. Schuif de houder in de schotel. Bevestig daarna de coaxkabels aan de triple LNB en draai deze stevig vast. Stel nu de schotel in tussen 29 en 30 graden op de gradenboog achterop de schotelantenne. Bij het gebruik van een triple LNB ontvangschop dient deze nog afgesteld te worden onder de juiste hoek. Gebruik hiervoor de meegeleverde mal en een waterpas. Zodra de lijn waterpas staat, is de triple LNB ontvangschop op de juiste wijze afgesteld. Plaats de ontvanger naast de tv en steek de stekker van de ontvanger in het stopcontact. Steek de coaxkabels die uit de schotel komen in de ontvanger en draai deze stevig vast. Steek vervolgens de meegeleverde HDMI-kabel in de ontvanger en in de HDMI-aansluiting van de tv. Zet nu de tv en de ontvanger aan en zet de tv op het juiste externe kanaal. Zodra de melding smartcard niet aanwezig in beeld komt, plaats je de smartcard met de chip naar beneden in de ontvanger. Controleer de signaalsterkte in het menu van de ontvanger. Zorg ervoor dat de schotel naar het exacte zuiden is gericht. Doe dit met behulp van een kompas. Beweeg de schotelantenne voorzichtig naar links en houd de signaalsterkte in de gaten. Vraag eventueel iemand om de sterkte in de gaten te houden als je zelf de schotel aan het uitlijnen bent. Zorg ervoor dat het signaal zo ver mogelijk uitslaat. Beweeg de schotel hierna nog langzaam van boven naar beneden voor de beste ontvangst. De signaalmeter slaat alleen maar uit als er een signaal van kanaal digitaal wordt ontvangen. Voordat je tv kunt kijken is het verstandig om een nieuwe zenderlijst in te laden. Heb je een andere ontvanger dan een Philips of M7, dan moet dit proces handmatig worden gestart. Kijk op de website ikverhuismee.tv hoe je de zenderlijst kunt vernieuwen. Bij HD-ontvangers kan een keuze worden gemaakt tussen een SD en een HD-zenderlijst. Kies altijd voor de HD-zenderlijst wanneer je beschikt over een HD-ontvanger. Laat je het uitrichten van de schotel liever over aan de installateur? Neem dan contact op met Kanaal Digitaal of met een Kanaal Digitaal Excellent Dealer voor een afspraak.